Sylvester van der Water, welkom bij SC Cambuur. Je hebt getekend voor 3 jaar plus een optie voor nog een jaar. Je bent al even op de Oldehoven geweest. Hoe was dat? Ja, superleuk. Wel een beetje smal om erboven te komen, maar uiteindelijk is het gelukt. En hoe voelt het om straks voor deze club te gaan spelen? Ja, ik heb er super veel zin in. Het is een hele mooie club, een hele warme club ook. Echt een volksclub. Ik weet natuurlijk, het stadion zit vaak vol. Daar hou ik ook wel van. Ik vind dat altijd wel mooi. Het is ook niet helemaal onbekend terrein voor jou, want je hebt hier alles gespeeld, begreep ik, hè? Ja, zeker in de tijd van Almere heb ik hier wel een paar wedstrijdjes gespeeld, ja. Gescoord nog helaas hier, hoorde ik. Ja, helaas toen wel. Maar nu zal ik hiervoor scoren. Wat heeft voor jou de doorslag gegeven om voor Cambuur te tekenen? Sowieso een goede gesprek gehad met de club. Ik ken trainer Henk de Jong heel goed. Ook met hem gesproken. Een paar jaar geleden wou hij hem al hebben. Toen is het helaas niet gelukt. Nu wel. Ik vind het ook gewoon weer fijn om lekker te voetballen. Fijn om weer terug te zijn in Nederland. Ik vind het wel mooi om hier weer te zijn in Nederland. En lekker voetballen met plezier. Leuke spelers om me heen en dan lekker knallen. Ik denk ook dat de meesten jou nog wel zullen kennen in jouw tijd in Nederland. Maar je hebt even een mooi tussenstapje gemaakt naar Orlando in Amerika, hè? Ja, zeker. Het was een supermooi, een mooie ervaring. Veel geleerd, veel gezien. Grote spelers gespeeld daar, tegen gespeeld. Helaas op het laatst speelde ik niet zo heel veel. En dan komt zo'n mooie club als Cambuur voorbij. Met wat voor spelers heb je gespeeld of tegen wie? Ik heb met Pato en Nani gespeeld. Ik heb onder andere ook tegen Higuain, Matuidi gespeeld, Carlos Vela. Dus dat zijn natuurlijk wel spelers inderdaad. Ja. Dat zijn niet de minste namen en dan kom je hier in het Cambuurstadion straks. Wat hoop je toe te voegen aan deze ploeg? Sowieso scorend vermogen. Ik weet de club houdt ook van scoren en aanvallend voetbal. Nou, ik ben daar ook natuurlijk fan van. En gewoon heel erg belangrijk te zijn voor de club. Natuurlijk een doelstelling ook om volgend jaar in de Eredivisie te blijven in het nieuwe stadion. Daar gaan we natuurlijk ook voor. En natuurlijk voor mezelf ook gewoon goed presteren. Ja, want het aantal jaren dat je hebt getekend, dat betekent dus ook dat jij meegaat naar het nieuwe stadion. Hoe is dat voor uitzicht? Ja, supermooi uitzicht. Ik heb natuurlijk ook al beelden gezien van het nieuwe stadion. Ik kijk daarna heel erg naar uit. En natuurlijk weet zo'n club als Cambuur, je weet dat het altijd vol zit. En ja, als je dan gewoon naar het nieuwe stadion kan gaan en dan gewoon met Cambuur gewoon hopelijk blijven in de Eredivisie. Ja, dan is het voor de komende jaren wel supermooi.